Als ik tijd heb, dan sta ik hier normaal altijd wel aan de start. Dus ook dit jaar weer. Is een belangrijke wedstrijd voor jou? Belangrijk, belangrijk. Ja, een Amstel Gold Race en dat soort koersen zijn echt belangrijk natuurlijk. Dit is ook leuk om erbij te zijn, zeg maar. Het is voor het eigen thuispubliek, dus dat is vooral het belangrijkste. Wat zijn je verwachtingen voor vanavond? Ja, er zijn natuurlijk een aantal jongens die komen uit de Tour met goede vorm. En ja, die zullen dat hier ook proberen te benutten. En we maken gewoon weer koersen van net als andere jaren. En we zien wel wat er gebeurt. Ik heb bewust gekozen om voor een kleinere ploeg te rijden. Met een iets, niet kleiner programma, maar waar... Waar het doel is scoren in andere koersen en waar ik veel meer tot mijn recht kom. En dat werkt voor mij veel relaxter en zo kan ik ook veel beter voor de uitslagen gaan. En ik heb al die grote koersen al 10 keer gereden, bij wijze van spreken. Dus er is voor mij niks nieuws aan. Als ik er aan de start zou staan, dan zou het nog weer een keer dat je er aan de start staat. En een Tour is alleen leuk als je gewoon echt super goed voorbereid bent. En de laatste jaren ging ik sowieso altijd vaak naar de Tour. Of als ik naar de Tour ging, was het altijd zo. Dan had ik al een Giro gereden of een heel zwaar voorjaar. Dus het past eigenlijk nooit 100% in het programma. Maar ik ben blij met het programma wat we nu rijden. We rijden mooie koersen. Kun je wat noemen? Wat staat er nog op het programma voor de rest van het seizoen? Wat er nog op het programma staat. Volgende week Ronde van Burgos. Natuurlijk een Eneco Tour, een Tour de Fjords. Dus we rijden nog wel een redelijk deftig programma nog. Nou, ik wens je heel veel succes en vooral vanavond. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Yo, hoi.